Tel alsjeblieft met me mee tot 2. 1, 2. En zo is er ergens op de aardbol een kind geboren. Elke 2 seconden wordt er ergens op de aarde een baby geboren. Elke 2 seconden wordt er iemand papa, mama, broertje of zusje. Elke 2 seconden wordt er een baby geboren met een toekomst. En een sterke behoefte aan liefde van beide ouders. Althans, dat is de bedoeling. We weten allemaal natuurlijk dat het helaas niet altijd zo is. Soms wordt er na 2 seconden een kind geboren zonder toekomst. Zonder liefde. Gelukkig leven we met z'n allen in Nederland. Een land waar bijna iedereen een toekomst heeft en een vorm van liefde kent. Maar vergis je niet. Ook wij zijn niet perfect. In Nederland kiezen veel ouders genoodzaakt ervoor om de man te laten werken en de vrouw thuis te laten zorgen voor het pasgeboren kind. En dat is slecht voor zowel de beide ouders als het kind. De vader, die moet werken, mist de belangrijkste momenten van de eerste levensfase van het kind. De eerste stapjes. Het eerste woordje. Terwijl de moeder, die voor het kind moet zorgen, een grote achterstand krijgt op de werkvloer ten opzichte van andere werknemers. En dat allemaal omdat ze een kind heeft gekregen? Onacceptabel. Daarom doe ik een voorstel. Aanstaande vaders moeten extra verlof krijgen. 2 weken voor de bevalling om zijn partner te helpen. En 5 weken na de bevalling om een o zo belangrijke hechte band met het kind op te bouwen. En tegelijkertijd voor zorgen dat de vrouw zo snel mogelijk weer aan het werk kan. Denk er alsjeblieft over na. Alleen zo kunnen we de kinderen de toekomst en liefde geven die ze nodig hebben. Alleen zo wordt emancipatie kinderspel. Dank u wel.